Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Put your blame on me. Eindelijk zegt dat wel. Het moest uit de tenen komen vandaag. Maar gelukkig hebben we 3 punten gepakt. Ja, 2 winnende. En assist op Peter. Peter assist op mij. Leuk man. Ik mocht basis beginnen vandaag. En het was super lekker om meteen wel belangrijk te zijn voor het team. En dat, dan wacht je op deze kans en dan is het fijn als het lukt. Ook vandaag was het weer heel moeizaam. Hoewel we best wel een goede 25 minuten hebben gespeeld. Waar we prima veldspel lieten zien en ook kansen kregen. Een mooie aanval die op de lat eindigt. En na 25 minuten was het ineens weer weg. En dat deden we gewoon vooral zelf. Hè, door heel diep te gaan lopen en niet meer vanuit de positie te spelen. En dan krijg je het gewoon lastig. Want als je dan een balverlies leidt, dan zit je allemaal voor de bal. Ja, klopt. De middenvelders stonden wat diep en er was weinig ruimte, dus we kwamen er niet meer goed doorheen. De eerste 20 minuten speelden we inderdaad goed. En leuk voetbal af en toe, een paar kansjes, valide bal op de lat. En daarna zakte het wat, werd gewoon minder. Maar de tweede helft komen 1-0 achter en maken het onszelf zo moeilijk, zo verschrikkelijk moeilijk. 1 lange bal, die vliegt erin en iedereen moet wel een kopje gelijk zakken en kopje gelijk hangen en eenmaal kut. Maar goed, 1-1, 2-1. En lekker winnen. Ja, ik vond dat we weinig weggaven en het stond wel aardig goed. Dan komt het een beetje knullig, komen ze toch voor. En dan hebben we als team de rug gerecht en winnen we gewoon. Dus dat is een super lekker gevoel. We zaten helemaal eigenlijk vast. Maar gelukkig hebben we die lange, die Peter, die gaat mee en die zet zijn schaatsen tussen en die bal die verdwijnt in de hoek. Dus eigenlijk dankzij Peter weten we deze wedstrijd nog te keren. Die speelde overigens sowieso een sterke wedstrijd, denk ik. Zeker, een compliment aan hem. En hij heeft ons het goede setje gegeven vandaag. Dat is altijd leuk om te horen. Je wil natuurlijk ook voor jezelf lekker ballen en dan is het fijn als andere mensen ook zien dat... Dat je lekker bezig bent en belangrijk kan zijn voor het team. Dus dat is helemaal mooi. Ja, het ging niet altijd best. Beetje ruzie met de bal af en toe. Maar zo'n goaltje, dat goede hoop voor volgende week.
Ja, maar goed, op dat moment hadden we hem net even achter de spits gezet en hij schiet hem goed in, gelukkig. En ja, dat is misschien ook goed voor hem, hè? Dat krijgt hij toch een bevestiging, een goal maken, belangrijk wezen voor RKVV. Dus ik hoop dat dat ook profijt gaat opleveren voor de komende weken. Als je eerlijk bent, dan zakt de moed wel echt in je schoenen op zo'n moment, omdat je zelf veel meer kansen hebt gehad. En dan valt hij toch aan de andere kant. Dat roep je toch een beetje over jezelf af van als je hem zelf niet maakt, valt hij aan de andere kant. Nou, dat gebeurde ook. Maar ja, ik denk dat we dan echt trots op onszelf mogen zijn dat we aan de andere kant gewoon, dat we zelf gewoon 2 doelpunten maken in de laatste 10 minuten. Zeg gewoon wat over onze veerkracht. En ja, ik denk dat we uiteindelijk toch verdiend gewonnen hebben vandaag.